als ik. Ik had het gevoel nodig iets te kunnen doen. Iets te kunnen betekenen. Misschien heb ik ook voor de verkeerde zaak gevolgd. Dus je laat het nu rusten. Maar de stemmen zijn geteld en ik had ongelijk. Inderdaad. Wie me excuseert. Nog één vraag. Lost dit nu alles op? Jij weet niet van ophouden. Dominee, ik weet wat er gebeurd is met uw zoon. Jij weet helemaal niets van mijn zoon. Ik weet alleen dat er een auto-ongeluk was en ik weet dat dat onbegrijpelijk is. Ik hoef ook geen begrip. Ik geloof in de wil van God. Maar als u uw zoon net zoveel mist als ik mijn vader, dan moet dat toch pijn doen. Ik probeer mijn vader elke dag terug te krijgen, wel 100 keer, maar dat kan niet, weet u. Dat weet ik maar al te goed. Ja, dat zie ik. En weet u wat? Dat ziet Ariel ook nog beter. Praat niet over mijn dochter! Waarom denkt u dat ze doet wat ze doet? Om u bang te maken? Ze probeert haar tot u door te doen. Ik geloof dat het goed is deze discussie te beëindigen. We hebben allebei ons punt gemaakt. Nee! Luister! Als u haar niet accepteert zoals ze is, dan raakt u haar kwijt. Misschien niet zoals Bobby. Maar u raakt haar kwijt. Wil je me dan nu alleen laten? Dat bent u al jaren. Thank you.
woont hier, dat vaderloos kind. Ik oordeel te hard, ga met hem in gevecht. Mijn dochter deed pijn, ik zeg wat ik vind. Ik oordeel te hard en hoor niet wat ze zegt. Mijn vrouw spreekt me aan en ik draai me om. Ik oordeel te hard en ik doe haar geen recht. Mijn heer, dit is meer een vrouw in het oog. Want hier, dit is het, dit is het, dit is mijn vrouw. De Heer vragen om Beaumont te bestellen.